Goedemorgen en welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag is het dinsdag. Ik ga even een ontbijtje maken. En dan ga ik snel de auto in richting Almere, want ik heb vandaag een dagje op kantoor. Ik heb gisteren deze makreelsalade gekocht bij Markt. Ik ben benieuwd of dit te eten is. Oké, ik ben ready to go. Ik heb mijn Justin Bieber trui aan. River Island broek, Louboutin schoenen. Ik zie echt uit een zwerver. Laptop mee, koetsjes. En nu op naar Almere. Yay. Ik ben al eventjes op kantoor bij Spek en ik ga nu mijn eigen vlog editen. En ik heb net een meeting gehad voor de cover van mijn boek. Super blij mee. Wordt echt zo leuk. Dus ik ben hier eigenlijk gewoon de hele dag aan het chillen. Het is inmiddels kort over 6. Het is daar gewoon. Kijk jij het wat je zegt? Waarom? Het is kort over 6 en ik zit nog steeds hier op kantoor. Een beetje Stanley. De pesten. Auw. Weg. Soms lijkt je op zo'n circusaapje met van die dingetjes in zijn hand. Die zo poeh, 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 doet. Doe zo. Tjoe, tjoe, tjoe. Cool. Cool, hè? Ja, echt kicken. Ja, echt kicken. Doei. Dat pijn doen bij jou, hè? Auw, ja. Ik sla je horloge kapot. Dan gaat het pijn doen in je hart. Ja, sowieso. Doe deze dan. Ja, dat is je sterkere. Nou, dit was weer het leuke stukje vlog voor vandaag. We moeten iets leuks doen. Ja, Joep is er niet. Ik kan Joep niet voor lul zetten. Ja, jij staat bij stagiaires. We hebben andere stagiaires. Ja. Die zijn alleen maar aan het roken. Nou, we kunnen challenges doen. Challenge voor stagiaires. Wat voor challenge gaan we doen? Eten. Ja, jij wil dat nooit. Ikke? Ja. Ja, ik wil geen challenge doen. Nee, hier dat bedoel ik. Ik wil wel frikandellen challenge of zo doen. Echt? Ja hoor. Zullen we dat een keer doen? Of snoep of... Kipnugget challenge. Kipnugget challenge. Zullen we dat een keer doen? Ja. Maar... Wat wint de winnaar dan? Eer? Nee. Oké, waarvoor wil je de kipnugget challenge doen dan? Dat is toch gewoon wie het meeste kipnuggets eet? Ja. Ja, dat vind ik sowieso. Van jou? Denk je dat je dat wint van mij? Tuurlijk. Maar ik eet heel veel kipnuggets, hè? Ik eet meer kipnuggets. Denk ik niet. Ik weet het wel zeker. Hoeveel kipnuggets kan jij eten dan? Nou, weet je wat het idee daarvan is? Dat je 120 kipnuggets koopt, dus dat je allebei 60 hebt. En dat je in 20 minuten 60 kipnuggets op moet eten. Oké, dat lukt wel. Ja? Denk ik. Wat vinden jullie een gepaste prijs voor Stanley? Als hij wint. Ik zag een andere... Ik doe dat ook altijd, toch? Dan zeg ik... Wat vinden jullie nou? Want ik zag dat laatst bij iemand anders en toen dacht ik eigenlijk is dat maar... Ja, maar dan is het soort van... Laat weten wat je van deze video vond. Ja. En heb jij ook wel eens een slechte ochtend? Net zoals dat ik vanochtend had, dan is het heel gaar. Maar als je nu zegt, verzin even een prijs, omdat ik het zelf niet weet. Ja. Ik wil wel een mooie prijs. Hij wil een mooie prijs. Een dure prijs. Een dure prijs. Want ik ga sowieso winnen. Maar als ik win, dan krijg ik ook een dure prijs. Als ik win, wil ik die nieuwe camera van je. Ja. Nou. Ja, nee, dat gaat het niet worden. Dan moeten we vanavond nog de kipnugget challenge gaan doen. Als ik win, wil ik een Rolex. Ja, dat wil ik ook wel als ik win. Ik ben weer thuis. Ik heb even mijn stagiaire afgezet. Van Spek bij het treinstation. En dat vind ik altijd wel grappige gesprekken. Dus, dat zijn allemaal jonge mensen die gemotiveerd zijn om in dit vak te werken. Dat vind ik echt leuk. Ik ga me even snel omkleden en ga ik eten met Stanley en Paola. Dus, wat ga ik aantrekken? Food with these, with my parents. Ik heb lekker gegeten bij Cannibal met Stan en Paola. En ik dacht, ik ga een video opnemen. Oh, ik haat het zo. Uit dit dekbed gaat dus heel de tijd die deken. En ik word er helemaal niet goed van. Ik heb er echt aan niks meer een hekel aan dat die deken uit je dekbed overtrek gaat. Gewoon een hele rare piep. Anyway, toen dacht ik, ga even een extra video opnemen. Oh, de telefoon. Dat is niet een rare piep. Ik schrok al. Zo. En toen wilde ik het gaan doen. Oh, Danique. Lekker, vergeet het zoveel. Ik
Maar wat ik wilde vertellen. Oh ja, ik wil een video op gaan nemen, maar ik zie er gewoon niet uit. Ik dacht, plak wimpers op, maar het wordt er allemaal niet beter van. Dus ik ga dat even lekker niet doen. En ik ga lekker, niks. Misschien moet ik even Expeditie gaan terugkijken. Nog niet gedaan. En daar heb ik al zin in. Dat ga ik denk ik doen. Ik heb mijn make-up eraf gehaald en ik ga even lekker een maskertje opdoen. Ik ga wel even deze trui uittrekken, want anders dan zit straks dat masker erop. En dan kan ik het niet meer uitdoen. Zo, en ik heb dus hier van Glam Glow nog een masker. Hier nog één. Maar ik heb ook al die Starskin maskers. Dus die wil ik op zich ook wel opdoen. Dus even te denken. Ja, het wordt deze van Glam Glow, de Hollywood California Glam Glow Super Matte Clearing Treatment. Nou, let's go. En daar ben ik weer met een masker op mijn gezicht. En deze brandt echt zo erg. En omdat mijn huid best wel slecht is, hoop ik dat het echt een beetje gaat werken. Maar echt, alles brandt gewoon. Het is niet te doen. En ik heb hem heel dun aangebracht, dus hij is nu ook al met een kwast. Dus hij is nu alweer een beetje aan het opdrogen, dat is top. Oh, wat pijn. Niet fijn. Nou, inmiddels is die wel eigenlijk helemaal hard. Dus kan ik hem eraf gaan halen. En ik verwacht niet dat ik nu ineens een perfecte huid heb. Maar ik hoop wel dat het een beetje beter is geweest. Ik denk dat het bij mij echt een beetje aan de tijd van het jaar ligt dat mijn huid slecht wordt. Want in de zomer heb ik altijd best wel een goede huid. Maar ik weet nog, vorig jaar, toen ik nog in dat huis woonde waar ik hiervoor woonde, had ik zo'n enorm slechte huid. En dat kwam denk ik toen ook door de stress met muizen. Omdat ik gewoon niet sliep. Dus dan, ik pakte toen echt 2 uur slaap per nacht of zo. Ik kon er gewoon echt niet van slapen. Dus ik denk dat daardoor je huid ook echt super slecht wordt. Maar sowieso in de winter wordt het echt wel een veel slechtere huid dan in de zomer. Zo, het is weer helemaal af. Nu nog een crempje. En dan ben ik straks ready om naar bed te gaan. Hoppa. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen en je te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je heel graag morgen weer. Doei.